Sjakori, waarom rijden jullie hier niet? Omdat we het weekend 4 afstanden gereden hebben. Ja, maar ja, maar daarom kan je hier toch wel even nog even wat laten zien. Ja, maar ja, waarom nou alles maar, hè? Nee, het kwam zeker niet goed uit. We hebben hard doorgetraind. We hebben vanochtend nog getraind en we hebben de hele week goed getraind. Dus, en volgende week rijden we weer een wedstrijd in Erfurt. Wat vind je eigenlijk van deze omstandigheden? Moeten we dat vaker hebben, zulke wedstrijden? Ja, dat is goed voor de weerstand van de schaatsers, hè? Nou ja, ach, ik denk nog ineens dat het zo heel erg slecht is om af en toe in zulke soort omstandigheden te schaatsen. Ik denk dat het wel afwisselend is. En dan waarderen ze het weer zo goed als het overdekt is. Jan Bos, wat vind jij van deze ouderwetse omstandigheden? Ja, dit is natuurlijk super gaaf, hè? Met sneeuw en barre omstandigheden eigenlijk. Maar dit is wel een hele mooie plek om te schaatsen natuurlijk. Dit is eigenlijk de mooiste plek, vind ik, op aarde om te rijden. Zeker voor een buitenbaan. En nu met extreem veel sneeuw is het wel een heel mooi plekje om te zien. Ja. En je tijd van 36-28 viel niet tegen? Nee, viel niet echt tegen. Zeker als je ziet wat voor omstandigheden we nu rijden. En, blijkbaar is het ijs toch nog wel zo goed dat je toch best wel een goede tijd kan rijden. En, maar het is vaak zo als het ijs goed gedweild is en het sneeuwt, het warrelt wat over het ijs. Dan is het dus vaak nog heel snel. Dus wil niet zeggen dat het echt slechte omstandigheden zijn. Wouter, hoe zijn de omstandigheden hier? Ja, ik vind het goed. Het sneeuwt wel. Het sneeuwt nu al 3-4 dagen. Maar je hebt er geen last van en het heeft ook wel wat. Dus.